Ja, ik heb een werk van Carole Rombouts verstopt in een doosje. Dus dat is altijd spannend wat daaruit komt. De enige informatie die ik van Carole heb is dat het Frozen heet. Bijdrage in de vorm van een verhaal. En dat verhaal begint bij het kijken naar een doos. En dat het een doos is, kun je zien als ik het even kantel. En de doos vraagt erom om geopend te worden. Ik hou me even in. Ik zie een tekentje, een beeld op de doos afgebeeld. En dat is een boomachtige vorm in zwak blauw. Een boom die ja, bladeren of geen bladeren heeft. In ieder geval is het een soort beeldmerkje. We gaan even verder bij de volgende stap en we gaan de doos openmaken. Oh, en dan komen we opeens in een hele andere wereld terecht. Ik zie verschillende materialen, ik zie ook verschillende onderwerpen. En het eerste wat er gebeurt als ik het doosje open doe. Is een gezicht wat me aankijkt. En het gezicht zit op een foto-achtig materiaal vast. Ik vraag me af of ik naar Corolla zelf kijk. Het is in ieder geval gevat in een bepaalde massa. En als ik verder even kijk of ik het kan pakken, dan haal ik het nog verder uit. En dan kom ik uit. Op een lege doos met onderin een aantal tekstjes. Carola Rombouts, Frozen 2019, foto, zeep, paraffine. En het is carolarombouts.nl, contact. In samenwerking met grafiekdrukkerij.nl. Halen we dat even weg, dan... Zien we naast het doosje een blokje. En ik denk dat het blokje inderdaad voor een deel uit paraffine bestaat. Het richt zich op in de hoogte als een soort kaars. Maar in plaats van een pitje bovenop de kaars zien we het gezicht ons aankijken. En draaien we het om. Dan zien we ook wat gesmolten tranen. Die langs het blokje naar beneden lopen. En dan weer te maken met de groene kleur. En ik vermoed dat het een blokje zeep is. Ja. Maar dan overgoten met paraffine. En in die paraffine gebed zit dan weer de foto. Van een dame die eigenlijk redelijk streng. Met een ingehouden blik ons zit aan te kijken. De aantastingen van de foto lijken te verwijzen dat er het een en ander gebeurd is. En dat mag natuurlijk de kijker zelf bepalen wat voor betekenis je daaraan kan en mag geven. Ja. Voor nu stop ik dit werk weer terug in de doos. En besluit hiermee. Dankjewel, Carola. Carola doet mee in de automaat in Amsterdam.